Universiteit van Nederland. In een transparante buis gloeit violet-roze licht. Die buis staat in een metalen machine waar allemaal slangen en pijpen in en uit gaan. Deze machine gaat ervoor zorgen dat we in de toekomst CO2-neutraal kunnen vliegen. Pure magie. Aan het begin, als je ermee gaat werken, is het wel een beetje magisch. Maar in de praktijk is het gewoon een soort van magnetron. In die magnetron kan je de bouwstenen voor brandstoffen en plastics maken. Wij maken hier eigenlijk de groene moleculen van de toekomst. Dit is Tess van Ede, scheikundige aan de TU Eindhoven. In haar magnetron creëert zij een soort scheikundige bouwsteen. En dat doet ze gewoon met de lucht die jij en ik dagelijks inademen. Want die zit stiekem vol met waardevolle moleculen waar je van alles mee kan maken. Je kan dus ermee vliegen, je kan er plastics mee maken, we kunnen het land bemesten. En je kan zelfs denken aan het maken van medicijnen en cosmetica. Op dit moment worden die allemaal met behulp van aardolie en aardgas gemaakt. En daar willen we natuurlijk vanaf. En is dat haalbaar? Ik denk het wel. Want je kan al die verschillende bouwstenen die we nu uit fossiele grondstoffen halen, die kan je bijvoorbeeld ook halen uit CO2. Dus dat is een molecuul wat nu te veel in de lucht zit, waar we juist vanaf willen. En zo kan je eigenlijk het hele palet maken aan bouwstenen die we nodig hebben. En het bijzondere is, wetenschappers als Tess kunnen dit al op dit moment. En wij kunnen het eigenlijk op een manier doen waarbij we alleen maar hernieuwbare energie nodig hebben. En ook geen aardolie en aardgas meer als grondstof. Het liefst zet ik dan de fossiele industrie helemaal buitenspel. Zodat jij in het vliegtuig kan stappen zonder dat je extra CO2 uitstoot die de aarde opwarmt. Nou, om te begrijpen hoe dat werkt, moeten we eerst even inzoomen op de bouwstenen die Tess maakt. Daarom een korte basisles scheikunde. En weet je alles al van scheikunde en moleculen, spoel dan meteen door naar 2 minuut 50. Ik kan het uitleggen aan de hand van Lego-blokjes. Dat zijn ook een soort bouwstenen. En dezelfde bouwstenen of Lego-blokjes waarmee je een auto kan maken, daar kan je ook een trein mee maken. En net zoals je met Lego-bouwwerken kan maken, kan dat ook met die moleculen of scheikundige bouwstenen. Alles om ons heen bestaat uit van die bouwstenen. Voor het leven zijn de belangrijkste bouwstenen zuurstof, koolstof, waterstof en stikstof. En dit zijn eigenlijk de bouwstenen waaruit al het leven op aarde, inclusief jij en ik, zijn opgebouwd. Denk aan de lucht, denk aan plastics, denk aan de houten tafel waar je aan zit, denk aan het matras waar je op slaat. Alles is bouwstenen. Dus kerosine en kunstmest bestaan ook uit van die bouwstenen. En die bouwstenen die halen we nu vooral uit aardolie en aardgas. En wij willen die dus maken uit de lucht. Lucht is gratis beschikbaar om ons heen en onbeperkt. Dus ja, waarom zou je het niet gebruiken? In lucht zitten eigenlijk allerlei bouwstenen. Waaronder de bouwstenen die je nodig hebt om kunstmest te maken. Alleen moet je ze nog wel een beetje aanpassen. Dus wat wij doen, wij leiden de lucht door die magnetron. Hoog tijd om die magische magnetron eens wat beter te bekijken. De magnetron staat in een stellingkast. In een grote hal met dus allemaal buizen en slangetjes erin. En als je hem aanzet. Alright, nou dan ga ik hem nu aanzetten. Maak die flink wat lawaai! De lucht komt dus door leidingen de opstelling binnen. En dan gaat het door leidingen links de magnetron in. En dan gaat het eigenlijk door een glazen buis, stroomt het naar beneden. En komt het in aanraking met die magnetronstraling. In de lucht die Tess door een magnetron stuurt, zitten dus allerlei bouwstenen en ook een aantal elektronen. En dat zijn minuscule deeltjes met een lading. Als de magnetron aangaat, dan gaan die deeltjes sneller bewegen. En dan worden het een soort raceauto's. Maar links en rechts, waar ze ook gaan, die botsen met die bouwstenen, waardoor ze niet echt snelheid kunnen opbouwen. Nou, om ze meer ruimte te geven, haalt Tess een deel van die bouwstenen weg door de druk te verlagen. En dan hebben die elektronen eigenlijk heel veel vrije ruimte. Nou, en dan kunnen ze lekker snelheid opbouwen en worden het echt een soort raceautootjes. En als ze dan andere bouwstenen tegenkomen, dan botsen ze er zo hard op en vormen ze weer nieuwe bouwstenen. En bij die botsing krijgen de bouwstenen zoveel energie mee dat je een deel daarvan ziet als die roze lichtstraal. Dat is de bouwsteen stikstofoxide. En die verlaten dan aan de onderkant de magnetron. En dat vangen we dan op. En die kan je gebruiken om bijvoorbeeld kunstmest mee te maken. Die bouwstenen worden dus normaal uit aardgas gehaald. En nu dus uit een soort gebakken lucht. Dus gebakken lucht, maar wel heel waardevol. Zonder kunstmest zouden we eigenlijk de helft van de huidige wereldbevolking niet kunnen voeden. Het probleem met de huidige manier waarop we kunstmest maken is dat het voor veel CO2-uitstoot zorgt. De kunstmestfabriek in Zeeuws-Vlaanderen stond dit jaar in de top 5 uitstoters van ons land. Samen met Shell en Tata Steel.
Als het aan test ligt, hebben we in de toekomst dus geen aardgas meer nodig om kunstmest te maken. Maar eerst moet ze de techniek nog wel wat verbeteren. Het proces is op dit moment nog niet super efficiënt. En we maken ook nog maar hele kleine hoeveelheden stikstofoxide. Op dit moment lukt de Tess om van alle lucht die ze erin stopt zo'n 1-2% om te zetten in de bouwsteen stikstofoxide. Dat klinkt als weinig, maar... Als we op 5% zitten, is het eigenlijk al genoeg om dit commercieel uit te gaan rollen. Om de magnetron efficiënter te maken, sleutelt Tess regelmatig aan het ontwerp. Zodat ze meer bouwstenen uit de lucht kan maken met minder energie. En als dat lukt, dan zorgt dat voor een revolutie in de scheikunde. Lucht, als je dat kan omzetten in iets nuttigs, kan je overal ter wereld kan je kunstmest maken. Ik denk dat we kunstmest al binnen een jaar of 10 kunnen gaan gebruiken. En op kleine schaal mogelijk zelfs nog veel sneller. Kan je bijvoorbeeld denken aan een boer die zelf zonnepanelen op het dak heeft, of een windmolen in het weiland, zelfs zijn hernieuwbare energie opwekt. En die kan dan in een soort container zijn eigen kunstmest maken. Dat zou de chemische industrie wel totaal veranderen, ja. Met gebakken lucht de chemische industrie op zijn kop zetten. En het wordt nog mooier. In de magnetron kan Tess ook CO2 gebruiken in plaats van lucht. En dan heb je ook een kleine revolutie te pakken in de plasticindustrie en de luchtvaart. Mogelijk kunnen we dan zonder schuldgevoel vliegen. CO2, nou, dat is natuurlijk de molecuul waar we heel graag vanaf willen. Want daar is op dit moment te veel van in onze atmosfeer. En we stoten er te veel van uit. Dus je kan het of daar pakken waar het uitgestoten wordt. Bijvoorbeeld bij de uitlaat van een fabriek. Of je vangt het op uit de lucht. De CO2 gaat door een magnetron waar hetzelfde mee gebeurt als met de lucht. Denk even terug aan die raceauto's, maar die nu tegen CO2-bouwstenen aanbotsen. Daardoor valt die bouwsteen uit elkaar in koolstofmonoxide en zuurstof. De bouwsteen die we maken uit CO2 is koolstofmonoxide, CO. En die bouwstenen kunnen we weer gebruiken om kerosine mee te maken. En daarnaast kan je het ook gebruiken om bijvoorbeeld plastics mee te maken. Nou, je kan er dus van alles mee maken wat op dit moment nog van aardolie wordt gemaakt. En dat zal moeten ook, want we hebben in Europa met elkaar afgesproken dat steeds meer kerosine uit duurzame bronnen moet komen. Zoals de CO2-magnetron van Tess. Dus vanaf 2030 is dat al 6% en dat loopt uiteindelijk op. En dan in 2050 moet dat meer dan de helft zijn, wel 70%. Het is dus heel aannemelijk dat wij straks om de bouwstenen van Tess zitten te springen. Ja, want je zou ook kunnen zeggen, moeten we niet helemaal stoppen met plastics? Kerosine bijvoorbeeld. Nou ja, dat is eigenlijk best wel lastig in de praktijk. Plastics hebben eigenlijk zoveel verschillende toepassingen. En je kan ze zo makkelijk voor van alles gebruiken. Gebruiken om ons voedsel mee te verpakken. Maar ook de coatings op bijvoorbeeld je eettafel zijn van plastics. Het is gewoon niet heel makkelijk om daar op grote schaal een alternatief voor te vinden. En met vliegen, kijk, ik zal altijd zeggen, minder vliegen is goed. Maar we zullen altijd toch ons blijven verplaatsen over de hele wereld. Dat is een luxe, die gaan we niet meer inleveren. En voor lange afstandsvluchten of enorme containerschepen lijkt elektrisch geen optie. Omdat de accu's die zo'n groot schip of vliegtuig nodig hebben, veel te zwaar zijn. Dus die willen een brandstof hebben die je gewoon verbrandt. Zodat naarmate de tank leeg raakt, wordt je vliegtuig of je schip ook steeds lichter. Nou, als we willen doorgaan met vliegen, dan moeten we eigenlijk naar een andere soort brandstof waarbij we geen CO2 netto meer uitstoten. Oké, het woordje netto is belangrijk. Het betekent namelijk niet dat er helemaal geen CO2 meer wordt uitgestoten. CO2-neutraal is het hoogst haalbare. Dan moeten alle processen die leiden tot het maken van de kerosine CO2-neutraal zijn. Dus moeten gebeuren met behulp van wind- en zonne-energie. En inderdaad CO2 als enige bron gebruiken. En dan kun je inderdaad vliegen waarbij je nog wel CO2 uitstoot. Maar die CO2 vangen we dan dus op een ander punt weer af om kerosine mee te maken. Dus dan krijg je eigenlijk een gesloten kringloop. En hoeveel CO2 stoot je dan netto nog uit? Nou, als het aan mij ligt in de toekomst 0%. Maar we moeten even gaan kijken of dat gaat lukken. Bedankt Tess voor het kijken in je magnetron en het onderzoek. En jij, bedankt voor het kijken of luisteren. Tot de volgende!